Toen ik jong was, hoorde ik dat ik intersexe ben. Dat ik niet ben zoals andere jongens of meisjes. De arts zei, dit is een medisch probleem. We gaan je opereren en je krijgt medicijnen. De psycholoog zei, hier kan je beter niet over praten. Jij bent zo anders. Als mensen hier achter komen, zullen ze je niet accepteren. Dus ik leefde met een geheim. Dag in, dag uit. Langzaamaan begon ik er toch over te praten. Omdat de schaamte me levend opat. Eerst vertelde ik het mijn nicht. Toen een vriendin. Dat was doodeng, maar ze reageerde heel lief. Helemaal niet zoals ik vreesde. Een andere vriendin noemde me een stiekeme man. En een aandachtstrekker. Dat deed pijn. Toch was ik opgelucht dat het geheim weer een stukje kleiner was. Het is veel erger om het te schamen en te zwijgen. En nu mag iedereen het weten. Ik ben intersex. Dat andere mensen niet accepteren dat intersexe bestaat, maakt mij niet ziek of fout. Het is misschien niet altijd makkelijk, maar ik ben trots op wie ik ben en leef liever zonder geheim.